Op zo'n 700 Nederlandse basisscholen werd donderdag 10 maart een minuut lawaai gemaakt. Op CNS-basisschool Juliana in Bennekom trokken kinderen aan de fietsbel. Met het lawaai werd aandacht gevraagd voor het Lilianenfonds. Dat is een organisatie die opkomt voor kinderen in ontwikkelingslanden die gehandicapt zijn. Die niet naar school gaan omdat ze gehandicapt zijn. Wat ik mag begrijpen van de organisatie is dat 90% van kinderen in ontwikkelingslanden niet naar school gaat omdat ouders zich schamen voor een kind dat niet mee kan komen. Of omdat er gewoon geen materialen zijn, geen mogelijkheden zijn om naar school te gaan. En juist op deze manier kunnen we onze kinderen laten zien wat ze hebben. Natuurlijk is het niet altijd leuk om naar school te gaan. Maar je leert wel, je zorgt ervoor dat je toekomst gewaarborgd wordt en dat je stap voor stap ontwikkelt. Ontwikkeling maakt die je nodig hebt om een onderdeel van onze maatschappij te worden. Dit is wel een belangrijk onderwerp, want mensen in Afrika die moeten ook goede hulp hebben, want iedereen heeft recht op goede hulp. Ja. En onderwijs dacht ik, hè? Ja, ook onderwijs, ja. Waar heb jij de kabaal mee gemaakt? Ja, mijn fietsbel deed het niet, dus ik moest mijn stem gebruiken. Oh, je hebt bellend geschreeuwd? Ja. Want mijn bel is kapot. Nou, kinderen bij ons op school zijn gewend om na te denken over anderen die het misschien moeilijker hebben. We zijn net geëindigd met een actie over de klinieklounge bijvoorbeeld. Dat is heel dichtbij. Hè? Je kunt ziek worden en je kunt daar zelf mee te maken krijgen dat je in het ziekenhuis komt. En dat je dan opgefleurd kan worden dat er, als je daar in het ziekenhuis ligt met de klinieklounge. We proberen dat een beetje af te wisselen. Nu Lilianenfonds is een actie waarin we veel meer praten over kinderen verder weg. En daar gaan we ook de komende tijd voor sparen om ook een financiële bijdrage te kunnen leveren. Waar heb jij lawaai meegemaakt? Met mijn fiets en met mijn bel. En waarom heb je meegedaan? Omdat mijn zus ook gehandicapt is. En gewoon dat het een goede actie is. Nou, het effect is volgens mij vooral bewustwording bij kinderen, bij ouders. Een stukje leveren ook in financiële zin, dat kinderen sparen voor deze actie. Wat kinderen in de klassen laten zien is dat ze het fijn vinden om ook zulke dingen ook te doen. Ze hebben een actielied aangeleerd, er zijn activiteiten die eromheen komen. Ik zag kinderen een spel spelen, kinderen hebben een slinger gemaakt die zo meteen misschien wel mooi in beeld gaat komen. Allemaal om over deze actie na te denken. Je vingers, daar krijg je kramp in. Waar krijg je kramp van? Van bellen. Heeft u de buurt eigenlijk wel gewaarschuwd? Nee, dat merken ze vanzelf. Nee, dat hebben we niet gedaan. Het is een minuutje herrie maken waarin mensen om 12 uur waarschijnlijk niet zullen schrikken van hun bed. Dus bij zulke soort situaties doen we het niet.